We waren onlangs op bezoek bij de ijssalon Crusio, gevestigd in de Wouwsestraat 10. En we spraken daar met Koen Crusio, een ijsmaker zoals hij zich noemt. Hun bedrijf, de naam Crusio, is een begrip in Bergen-op-Zoom op het gebied van ijs. Vele generaties zijn al in Bergen-op-Zoom in de Wouwsestraat aan het werk geweest. En het was interessant om te zien hoe het nu met de nieuwste generatie toegaat. Goedemiddag, ik spreek met Koen Crusio, eigenaar van de ijssalon Crusio in Bergen-op-Zoom. Koen, we hebben net in de krant kunnen lezen dat jullie onlangs een heel mooi succes hebben gehaald op de ijsbeurs. Klopt. Waar was dat? Het was in Utrecht tijdens de jaarlijkse ijsvakbeurs. Ja. En we hebben de Gouden IJscreatie gewonnen, dus de prijs voor de mooiste en de lekkerste ijskoek. Zo, en waar bestond die uit? De opdracht was dat er sowieso een bolletje citroen gebruikt moest worden. Mm-hmm. En we hebben een ijskoek gemaakt. We kunnen misschien zo meteen een eentje maken, dan is het leuk voor de film. Oh ja. Uit citroenijs. Onze basis was eigenlijk een olijfolie die we geproefd hebben. Ja. Dus we hadden ijs gemaakt van die olijfolie, citroenijs daarbij en vanilleijs. En die laatste twee smaken weer gegarneerd met diezelfde olijfolie die er overheen komt. Oh, dat is heel bijzonder. De basis. Ja. Ja. En daarbij hebben we een verse Eau-Cray ijs tegengezet. Met citrus in de smaak. En dat combineren we mooi bij elkaar, vond het zuur. En heb je daar lang op moeten experimenteren voor je de juiste smaak te pakken had? Nou ja, zoals ik zei, de basis was echt die olijfolie. Toen we dat geproefd hadden, wisten we zeker dat we daar iets mee wilden gaan doen. Omdat al bekend is dat de smaak citroen was die erbij moest komen. Ja. En daarnaast inderdaad best wel lang... Kijk, het zijn best aparte smaken allemaal bij elkaar. De ijsthee, vanille, citroen en de olie. Ja. En dat moet mooi in balans zijn. Niks moet er echt uitspringen. En dus de smaken waren we vrij snel uit. Alleen inderdaad de fijne afstemming hebben we lang op geoefend. Ja. Nou, dat is toch een mooi compliment, hè? Dat je, ja, maar, want hoeveel waren daar dan niet? Hoeveel deelnemers deden er mee? Er deden geloof ik 23 ijssalons mee. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dan zo'n onderscheiding, daar mag je trots op zijn. Ja, dat zijn we ook. En het is natuurlijk hier ook al volop, degenen die dat wensen kunnen dat nu ook hier gaan proeven. Ja, zeker, ja. Zeker weten. We hebben bijvoorbeeld komende week op zondagmiddag houden we een proefmiddag. Dan kan iedereen het gewoon zo komen proeven. En, oh ja, is dat aanstaande zondag? Of, zondag is dat, ja. Welke datum is dat? De vraag is dus weer, het is al de 12e. Ja, 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 ja. 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 Dus, en maar jouw partner? Die heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld? Ja, ja, want ik heb eigenlijk alleen het ijs gedraaid en we hebben samen de creatie bedacht. Aha. Maar verder heb ik het ijs gedraaid en heeft zij de wedstrijdproef gedaan. En aha, ja. Het hele mooie verhaal erbij. Zou ze daar wat over kunnen vertellen? Ja, daar kan ze uren over. Gaan we eens vragen. Goed plan. Ik spreek nu met Kiona Malinka, de partner van Koen Crusio. En Kiona, je hebt een hele belangrijke rol ook gespeeld in de creatie van het ijs dat waar jullie de prijs mee gewonnen hebben. Ja, klopt. Wat heb jij eraan gedaan? Ik heb hem, ten eerste heb ik hem gemaakt, dus op de wedstrijd heb ik meegedaan. Mm-hmm. Maar in het voortraject hebben we het samen geproefd. Koen en ik hebben echt allerlei dingen afgestemd, recepten aangepast. Net zolang totdat wij vonden dat de creatie helemaal in balans was en lekker smaakte. Ja. Dus dat hebben we helemaal samen aangepakt eigenlijk. Dat is toch mooi, hè? Dat je dan op die manier wordt bekroond. Ja, zeker. Het is natuurlijk een erkenning voor iets, maar vooral een bevestiging van wat we doen. Ja. Dus we doen echt alles waar wij in geloven. Het is gewoon heel erg mooi dat we dat op die manier eigenlijk een erkenning voor hebben gekregen. Ja. Dus dat is heel bijzonder. En jullie zijn waarschijnlijk voortdurend bezig met allerlei ideeën dat je denkt, wat gaan we nou weer voor zeker, nieuwe smaak? Ja, dat stopt nooit. We zijn altijd bezig met lekkere smaken proeven, ontwikkelen. En dat gaat dus eigenlijk kan ook een olijfolie zijn in dit geval die ons geïnspireerd heeft in zo'n mooie creatie. Maar het kan ook een ijssmaak zijn of een koffieboon en zo zijn we daar dus altijd op die manier mee bezig. Maar, want jullie zijn ook niet alleen in ijs erg goed, maar ook koffie tegenwoordig, hè? Speciale koffies. Of... Ja, dat is eigenlijk mijn stuk. Dat is jouw stuk? Ja, dus koffie en de thee, dat is eigenlijk waar mijn passie heel erg ligt. Mm-hmm. En ik ook zoveel mogelijk kennis over probeer te vergaren.
En ja, daar maak ik me eigenlijk elke dag weer zorgen om, om zo goed mogelijke koffies te zetten. Is dat een soort hobby van je geweest geworden? En, het was altijd al mijn passie en een aantal jaar geleden heb ik het aangedurfd om daar ook echt mijn werk van te maken. Mm-hmm. En uiteindelijk vorig jaar pas hier in de zaken bijgekomen met mijn koffies en mijn thee. Ah, ja. Om vooral in de winter dus, een beetje meer drukte in de zaken. Ja, natuurlijk, want ja, een ijssalon is met name natuurlijk in de warme maanden loopt dat het beste. Ja. En dan moet je natuurlijk de stillere maanden overbruggen met ook nog wat anders. Ja, dus we konden twee dingen doen. We konden of een halfjaartje vrij nemen. Mm-hmm. Maar ja, ik zocht een plek waar ik mijn producten eigenlijk kon delen met gasten. En omdat het eigenlijk zo goed past bij ijs, hebben we besloten om onze krachten te bundelen. En dat ook op die manier nu te doen. Maar dit is het eerste jaar, of het, laten we zeggen het afgelopen jaar, was het eerste seizoen dat jullie dat deden, hè? Ja, dat klopt. En is dat goed bevallen? Ja, heel goed. We hebben heel veel vaste gasten op koffie en thee nu. Mm-hmm. Zo, we zien hier Kiona in actie bij het bereiden van speciale koffie, specialiteit. Wat ben je nu aan het maken, Kiona? Twee lattes. Op basis van espresso, alle drankjes zijn op basis van espresso. Mm-hmm. En daarbij schuim ik een biologische vorm verse melk op. Mm-hmm. Om dat uiteindelijk te mengen. Ja, ja. Hoeveel soorten koffie heb je hier nu in de aanbieding? Wat eigenlijk zo is, dat we elke week hebben andere bonen. Oh ja. Die hebben een eigen brandprofiel, die hebben een eigen recept. En zo leren we dus elke week andere bonen kennen. Oh ja. En die zetten we dan naar harte zodat ze op zijn. Ja. Dan hebben we weer nieuwe. Dus we hebben nu twee soorten bonen van één afkomst. En nog een blend die we zelf hebben geblend. Oh ja. En daar maken we natuurlijk allerlei soorten bonen. Ja, ja. En merk je ook duidelijk dat mensen terugkomen voor een bepaalde soort koffie die ze hebben geproefd? Nou, eigenlijk is ons doel een beetje dat ze elke week terugkomen voor een andere koffie. Ja. Omdat koffie heeft ook seizoenen en verschillende smaken. Ja. En het leukste is natuurlijk dat de mensen met ons meegaan in de ontdekkingstocht die wij ook hebben. Ja. Om zoveel mogelijk koffies te proeven. Dus eigenlijk is het meer doel om mensen terug te laten komen voor elke keer. Ja, ja, ja. Elke keer een nieuwe verrassing. Ja, zo is het eigenlijk. Ja, mooi. Nou, dat ziet er lekker uit. Ja, toch? En als je er bovenop kijkt, kan je de verschillende figuurtjes zien die je erin schenkt op het moment dat je... Ah, dat is mooi. Prachtig. Koen, ik zag dat jullie ook een zondagochtend ontbijt serveren. Klopt. Sinds wanneer doe je dat? Dat doen we eigenlijk sinds, sinds afgelopen oktober. Ja. We doen eigenlijk iedere dag van de week, kan je bij ons ontbijten. Oh, iedere dag van de week? Wel met croissantjes, met jam en dergelijke. Ja. En natuurlijk koffie en thee. Ja. Alleen zondag zijn we het iets uitgebreid. Dan hebben we ook chocoladebroodjes, koffiekoeken, dat soort dingen. Smoothies, sappen, eigenlijk alles wat je kan bedenken wat lekker is. En van hoe laat tot hoe laat is dat beschikbaar? Door de week gaan we altijd al heel vroeg open, om 6 uur. Dus ook mensen, 6 uur? Ja, mensen die naar de trein gaan, die komen, die kunnen bij ons terecht. Zaterdag en zondag gaan we later open, dan is het vanaf 9:30. Ja. Dus nu in de winter ben je om 6 uur elke ochtend al geopend. Ja. Nou, dat staat er te kijken. Ja, en, tot en wanneer sluit je dan op zo'n dag in de winter? In de winter zijn we alle dagen tot 8 uur open. Ja. En koopavond vrijdag een uurtje langer. Zo, maar dat zijn lange dagen. Dat zijn best wel lange dagen, maar we wisselen elkaar af. Hè. Ja, iemand, natuurlijk. Iemand werkt de hele dag. Maar dat zondagochtend ontbijt, dat is echt wel een. Dat loopt lekker. Dat is leuk. Ja, dat is natuurlijk ook. Het af en toe vol en je kan reserveren. Ja. Maar je kan ook gewoon kijken of het een plekje is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dus dat is wel leuk hoor. Heel inventief.
zo moet je natuurlijk op allerlei manieren proberen verbreding om je zaak te brengen. Ja, precies. We proberen altijd dingen te zoeken die, die we zelf ook leuk zouden vinden om te doen. En ergens ontbijten hoort er zeker bij. Dus het past ook bij ons, bedrijf, vind ik. Dus, Toen jullie ijssalon, de naam Cruzio, is natuurlijk een zeer welbekende naam hier in Bergen op Zoom op het gebied van ijsmakerij en alles wat daarmee te maken heeft. En het seizoen is natuurlijk de zomer. Maar hoe kom jij nou de slappere tijden door? Want je blijft ijs verkopen het hele jaar door, hè? Jawel, we hebben heel het jaar dus wel ijs. Maar vooral sinds we vorig jaar ons interieur vernieuwd hebben en ons gespecialiseerd hebben in thee en koffie en ook in taarten voor beide koffie die we zelf bakken. Dat zorgt dat we niet echt meer hele slappe tijden hebben. Als het nu slecht weer is of koud, of dat nou zomer is of in de winter, dan is er altijd wel sowieso iets te doen. Zoals afgelopen zomer, we een paar maanden best wel slecht weer in de zomervakantie. En dan verkopen we niet veel ijs natuurlijk, alleen dan zitten binnen wel gezellig veel mensen. En dat zorgt wel dat het heel jaar door iets te doen hebben inderdaad. Want de ligging van jullie zaak is natuurlijk heel erg gunstig, hè? Ja, daar zijn we heel blij mee. We zitten midden in de stad en in de zomer hebben we natuurlijk een terrasje aan de overkant, dus dan kunnen mensen lekker buiten zitten. We zitten midden in de Winkelstraat en we zijn heel erg blij mee. Want jullie maken zelf alle ijs? Ja, klopt. En dat is een heel werk? Jawel, maar we proberen, kijk, het feit dat het veel werk is, is niet erg, dat is juist het mooie. We proberen echt waar we kunnen alles zelf te doen. En, dat onze eigen appeltaart bakken, onze eigen koekjes voor bij de koffie, dat we versgebrande koffiebonen gebruiken. Dat we inderdaad ons ijs allemaal zelf maken, van de basis tot aan het opmaken van de bakker. We roosteren zelf onze noten die we pureren om daar bijvoorbeeld pistacheijs van te maken. Mm-hmm. Ik denk, alles wat je zelf kan doen, als het daar beter voor wordt, proberen we zelf te doen. Ja, en de smaak, jullie testen natuurlijk alles vooraf zelf. Dat is wel echt het allervervelendste natuurlijk. Je moet echt heel veel ijs eten zelf. Dat is natuurlijk superleuk. Maar dat is geen grote straf. dat is heerlijk. Ja. Koen, hoe oud ben jij als ik vraag mag? Ik ben 30. Jij bent 30? Ja. Dus nog een hele tijd voor je om de zaak verder te exporteren. Ik heb nog tijd zat om te gaan, Is de ruimte voor je zaak groot genoeg? Ja, zeker groot genoeg. Jawel, we kunnen hier alles in de zomer kunnen we heel veel ijsjes verkopen. Je hebt natuurlijk een enorme ruimte voor je zaak, hè? Ja, precies. En het is groot genoeg om veel ijsjes te verkopen. Het is binnen is niet overdreven groot, maar dat zorgt juist voor dat we met heel veel rust en aandacht iedereen kunnen helpen. En het maakt het genus. En ik zou zou soms lekker zijn als we een metertje breder worden. Het is prima voor ons. Ja. We zijn heel blij mee. Wat is nou het best verkopende ijs? De beste smaak? Het hangt heel erg van het seizoen af. En, kijk, in de zomer verkoop je heel veel frisse smaken. Dus vanille bijvoorbeeld verkoop je eigenlijk altijd. Ja. Dat is denk ik de best verkochte smaak. Ja. Maar in de zomer verkoop je heel veel frisse smaken. Zoals citroen, aardbei, mango, bessen, dat soort smaken. Mm-hmm. En in de winter gaat het meer richting de noten smaken. Dus pistache, pekannoten, cookies. Eentje die goed verkoopt is Totally Nuts. Met heel veel verschillende noten en toffe saus. De wat bittere chocoladesmaken verkopen goed in de winter. Dus het hangt heel erg van het seizoen af. En nou hoop je natuurlijk voor 2012 op een betere zomer dan die we achter de rug hebben. Ik hoop ieder jaar weer 2011. Een betere zomer als daarvoor, maar dit jaar toch zeker, want vorig jaar was er niet veel. Maar 2011 was echt wel een dieptepunt. Jawel, heel erg goed voorjaar en ook nog een hele mooie nazomer natuurlijk, maar juli en augustus waren een drama. Want hoe lang ben jij nou zelfstandig hier, drijf jij de zaak hier, hoeveel jaren? We hebben het anderhalf jaar geleden echt helemaal van mijn ouders overgenomen. Oh ja. Maar ik ben al naar Ago ben ik gelijk van week. Dus, jij bent natuurlijk opgegroeid in de sfeer en de werkzaamheden van IJsselon. Dat is wat ik altijd gedaan heb. Dus, Nou Koen, het was heel erg interessant om eens te horen hoe het allemaal rijlt en zeilt hier. En ik zou zeggen heel veel succes en ik wens je een hele goede zomer. Dank u wel. En dat hebben we zelf ook natuurlijk. Dat is absoluut. Ik wens het ook iedereen toe. Oké, dankjewel. Okay.